Een van de sporters die op weg is naar de Jeugd Olympische Winterspelen in Innsbruck. Kan je eens voorstellen? Nou, ik ben Peter Lenderink. Ik schaats. En ik heb me geplaatst bij de landenwedstrijd in Berlijn. Dus zodoende rij ik nu hier straks in Innsbruck. Ik woon in Ommen. En ik schaats in Groningen. Heb je geplaatst op de landenwedstrijd in Berlijn? Daarvoor ging een wedstrijd in Den Haag aan vooraf, meen ik begrepen te hebben. Ja. Hoe ging dat allemaal in zijn werk? Nou, dat is het residentiecup. En van het, zeg maar, voor de Jeugd Olympische Spelen hebben we dan een jaartallen 96-97. En daarvan gingen de 6 snelste gingen naar de residentiecup toe. Ik sprak net toevallig even je vader. Die had het over de wedstrijd in Den Haag. Daar gebeurde nog iets voor de start, begreep ik. Ja, en dat was een beetje al te laat bij de baan, zeg maar, voordat ik mijn schaatsen aan ging trekken. Dus ik heb mijn pak al aan, ik moet alleen mijn schaatsen nog doen. En de hele week had ik al een beetje mijn fetus, nou, dat kon net. En de hele tijd mijn rekening mee gehouden. En voor de 500 meter ook nog. Nou, toen bij de 500 meter dacht ik er niet meer over na, want het ging continu goed. En toen gewoon uit automatisch aantrekken, trok ik hem direct kapot. Maar van mijn rechter veten, van mijn rechter schoen, alleen linker schoen. En dat doet er niet toe. In ieder geval, tijdnood en stress. En snel mijn trainer zijn veters uit de schaats gedaan in mijn schaats. Toen was ik echt één rit van tevoren op het ijs. Dus ik heb één rondje gereden. Verder haast geen voorbereiding op het ijs. Dus toen moest ik naar de start toe. En maakte ik ook vals. En ik had een beetje spanning en stress. En, toen werd ik uiteindelijk toch nog tweede. Maar als het daardoor net mis was gelopen, dan was ik dit alles misgelopen. Dat zou toch wel jammer zijn geweest. Dus, Hoe kijk je daar nu op terug? Heb je daar wat van geleerd van ik moet me voortaan nog beter voorbereiden? Of van ik pas me altijd wel aan de lastige omstandigheden? Ja, dit kun je voorkomen natuurlijk. En ik heb toen direct 2 paar veters gekocht daar in de winkel. En die heb ik er ook ingezet. En ik heb nu altijd nog een extra setje bij me, zeg maar. Dat gaat je niet meer gebeuren? Nee, dat. Ik hoop het niet meer over het hoofd te zien, zeg maar. Dus ik hoop het niet, nee. Heb je enig idee wat je verder staat te wachten in Innsbruck van het evenement? Ja, ik heb natuurlijk wel wat filmpjes gezien bij de teamoverdracht. En dat is toch wel allemaal nog weer groter dan ik had gedacht en verwacht. En ik weet nog steeds niet wat ik. Ik weet wel wat ik ervan moet verwachten, maar ik denk nog steeds dat ik het kleiner inschat dan het is. Ze hebben natuurlijk naar gekeken waar we het meeste kans op maken. En dat zijn absoluut de 1500 meter en de 3 kilometer. En als extraatje hebben we nog de massastart, zeg maar, een kleine marathon. Daar weet ik ook niet, dat heb ik nog nooit eerder gedaan, dus dat weet ik niet precies. Het schijnt 1200 te zijn, moeten we helm op en zo, en het is gewoon een kleine marathon rijden. Dus eigenlijk 3 onderdelen, 2 afstanden. En kan je iets zeggen over je kansen of is dat heel moeilijk in te schatten? Nee, geen idee. Ik ken de concurrentie niet. Ik kan alleen zelf mijn best doen en een goede race rijden en dan zien we dan wel waar ik eindig. Ik kan nu nog niks zeggen. Ik heb gewoon geen idee van, zeg maar. Heb je het idee dat je wel goed in vorm bent? Heb je je goed voorbereid? Ja, ik heb me goed voorbereid. Ik kan natuurlijk altijd iets krijgen dat je een griepje hebt of zo. Maar ik heb me goed voorbereid en ik ben aardig in vorm, volgens mij.